begrepen. Misschien ben ik op het verkeerde moment gegaan. Zaterdagmiddag 2:30 is dat dom. Dat is dat u heel goed de mensen al bij het begin, kort na het begin van de voorstelling, de indruk kan geven dat wij, dus de mensen die daar zitten, en hij samen een afspraak hebben. Mensen gaan toch met een soort van, we gaan het leuk hebben, gevoel. Wat lekker, we mogen daarheen. Ja, de Buren is uitverkocht, maar we hebben voor jou wel de Benny. Of je godverdomme bij een homo-escort bent. Hij weet precies wat hij wanneer moet doen. Timing, mensen. Vakmanschap. Talent. Krijg je een hele grote gebruiksaanwijzing, een hele lange, die leg je zo over de grond. En dan krijg je ook nog zo'n zak met schroefjes. Maar, daar moet ik even iets bij vertellen, dat zijn hele vreemde schroefjes. De lachdichtheid in voorstellingen bij Joep is gigantisch groot. Zogenaamde Schreutse schroefjes. En Schreutse schroefjes, die gaan niet met een schreuvendruier, nee. Die gaan met een schreuvendruier. Hij weet precies wat er gebeurt in een zaal. Weet wie er op de eerste rij zit. Al na een minuut weet hij dat. En dat 4 keer duidelijk, want dit is min 1,5, dit is min 2,5. En die bril is godverdomme 3 keer duurder dan het hele teringstapelbek. Zit niet te lachen, Krijn, godverdomme. Dus je moet niet te laat komen bij Joep. Nee, wat gebeurt er dan? Dan word je goed op je nummer gezet als je er zin in heeft. En hij gaat ook de hele avond door. Dat heb ik wel eens gezien. Ja? Ja, woedend. Ze willen meedoen aan een complot, denk ik wel eens. Een complot? Ja, met hem. En opeens herinner je je dat ene flankje waarbij je dacht, goh, waar zou dat ene gaatje voor zijn? Hij moet voelen wat die mensen voelen in Waddinxveen. Anders kan hij niet met ze praten. Ik bedoel, dokter Plassensterk, de columnist, krijgt de raai niet vol. Nee, hoe zou dat nou komen? Joep van het Hek krijgt alles aan in het land voor. Ze herkennen elkaar, het publiek en hij. Je zoekt de stapels uit elkaar, je zet de plankjes tegen de muur en je gaat opnieuw beginnen. Het gaat eigenlijk veel lekkerder dan de vorige keer. En heel gauw ben je bij plaatje 5. En daar staat opeens, nu pak jij het plankje met de 3 gaatjes. En er is geen plankje. Het complot tussen land en komiek. Joep van het Hek, bestormer van de tijdgeest. Een poging om zijn oeuvre te ontleden. Lachen is bij Joep gegarandeerd, maar waarom lacht wie eigenlijk om wat? Ofwel, wat heeft Joep ons land in al die jaren eigenlijk willen vertellen? De dood, dat is het. De dood, dat is wat ons alle bindt. Dat is ons verdriet, dat is ons. En voor die tijd moet je daarom genieten van het leven. Beseffen wat je hebt. Als je ziet wat we hebben, zo rijk als we zijn. En een half land dat bij de psychiater loopt. Een half land dat aan de Prozac is. Is toch onvoorstelbaar. Terwijl de mensen roeien hier naartoe. We leven in een land dat 5 miljoen domino-steentjes live op tv om gaat gooien. We zijn totaal aan het eind van ons Latijn. We weten het niet meer. Waar komt die woede toch vandaan, dat voor de dood uitrennen? Wat wordt hier met vulkanische geldingsdrang omgezet in humor? Joep van het Hek, een loopbaan, gezien door Joop Koopman, zijn belangrijkste professionele adviseur, Justus van Oel, scenario-schrijver, oud-cabaretier, Frank Verhalle, theaterdirecteur, biograaf en vriend, en Marga Deutekom, redacteur van zijn vele, vele boeken. Want vannacht in mijn slaap word ik plots overvallen. Straks komt die auto en die rijdt me kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zal mijn clue zijn? Hoe is mijn lot? Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken er velen. Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven? Dat denken er velen bij hun ontbijt, terwijl ik altijd denk, het duurt nog maar even. Dit is de laatste van een prachtige tijd. Dit wordt de laatste van een prachtige tijd. De Rijdende Rechter is toch een fantastisch programma. Mensen die over die ene regenpijp, of over dat ene kanaaltje, daar hun leven lang mee bezig zijn. Dat is toch geen leven? Dus moeten we dansen en moeten we vrijen. Moeten we lachen en drinken vol vuur. Je leven bestaat uit gedoe en je leven bestaat uit conflicten. En je leven bestaat uit lachen en je leven bestaat uit ruzie, een deel. Maar je moet wel leven, je moet wel bestaan. En je moet wel een beetje vieren en genieten. En je hebt altijd mensen die zeggen, ja, nee, na mijn pensioen. En dan flikkeren ze hartstikke dood. 1 dag voor hun pensioen donderen ze of van de steiger, of ze krijgen een hartinfarct, of ze worden ontslagen, of weet ik veel wat. Maar wat zit je dan op de hielen? Want er moet jou wel. Er zit me niks op de hielen. Je moet plezier hebben. Uitkomt
Een grootgoois gezin, daar komt het allemaal vandaan. Wij hadden 8 kinderen en er waren, was het in de tijd dat men best tegen grote gezinnen was. Nou, ik ben de 7, dus ik vond 7 sowieso oké. En... Het is mooi wat hij zegt. Ik had in ieder geval de laatste willen zijn, want je staat wel erg achteraan in de rij. Zo klinkt het. Er waren bij ons altijd mensen die mee aten. Het was op zondagavond altijd met z'n allen. Ik vind het mooi, alsof hij is opgegroeid in een volle zaal. Het was ongelooflijk herrie aan tafel en verschrikkelijk veel lachen en schreeuwen. Lawaai, volgens mij was het verschrikkelijk inderdaad. Politiek en alle kranten werden gelezen. Moet je natuurlijk om op te vallen wel een grote bek hebben. En jij moet helemaal je kop houden. Arme moeder. Fantastisch, fantastisch. Ze schreeuwden, de een nog harder dan de ander. Daar heeft hij nog iets van. Hij wil wel degelijk gehoord worden. En er zijn wel eens mensen, ja, maar kreeg je dan wel aandacht? Nee, heerlijk. Schreeuwde. Nee, echt waar. Dat ligt niet. Want je gaat niet actief op zoek 200 keer per jaar naar aandacht in alle zalen van Nederland als je daar niet op gesteld bent. Dat kun je niet zien als een bedrijfsongeval. Ik had een vriend en dat was Willem. En dat was Willem uit de Eierdopse Huizen. Willem, die komt veel terug in zijn shows. Alle gedaantes. Ik moet het voorstellen, dat was een lange tafel. Iedereen zat er te kakelen, al die van tekken door elkaar. En iedereen had die als vriend en die als vriend en die als... En ik had geen vriend. Dus ik had Willem verzonnen. Ik zei, nou, Willem. Dat is een eenzaam kind. Kinderen die vriendjes verzinnen zijn eenzame kinderen. Dat geeft verder niks. Maar dat doen ze niet omdat ze te veel aandacht krijgen. Misschien omdat hij niet kon hockeyen, maar dit is natuurlijk psychologie van de koude grond. Had hij die Willem verzonnen, hè? Die Willem die altijd terugkomt in zijn shows. Fantasiefiguur. En de fantasiefiguur. En daar kreeg hij toch ook van zijn moeder aandacht mee. Willem had een paard. Nou, zei de hele familie, Willem heeft een paard. En toen was het... En het paard kon trappen lopen. Nou, dat vond iedereen ook best. En ze hebben geloof ik ook een keer met z'n allen gevraagd... nou, kom maar eens op met die Willem van jou. Werd hij even iets nauw gedreven, maar toen is die moeder toch gaan zoeken met Joep. En toen hebben ze samen besloten dat Willem verdwenen was. En daarmee kwam hij thuis weer weg. Maar hij had daarmee, denk ik wel, een plekje in dat gezin. Dat Joep mocht van die rare, fantasievolle vriendjes hebben. Dat zat allemaal in mijn kop. Als ik ernaar raad, zeg ik... Het is de dodelijke angst om gewoon te zijn. Dat kleine kind dacht, ik kreeg mijn aandacht tekort als ik niet heel bijzonder ben. En in het gooien van Joep van het Hek is bijzonder zijn vooral geen kakker zijn. Ik zag daar de ontzettende, wat eigenlijk nog steeds zo is. Vroeger had je, nu heb je merkkleding, ik weet niet hoe het allemaal heet, het spul. Maar toen had je de bonnetrie. En daar had je al op de hockeyclub Biver, wat natuurlijk ook al een hele leuke naam is, Biver. Daar speelde ik. En daar had je ook al mensen die een merkje van de bonnetrie in een HEMA-bloesje naaiden. En dan in de kleedkamer het binnenste buiten aan de haak hingen. En nou ja, dat is altijd geweest. En mensen die heel keurig in het gooien woonden in een heel groot huis. Nou, jij weet hoe groot huizen in het gooien zijn. En dan was meisje C1 kampioen geworden. En dan werd er 's middags daar... tosties gegeten of pannenkoeken. En dan stond er 1 gulden meenemen. Nou, dat... En die... In dat krantje, in de mensen in dat gigantische huis die dan voor dat dochtertje van 12 het feestje gaven. En inmiddels, ik woon nu in Amsterdam, is het in de Gordel en in Amsterdam-Zuid, en ik luister nu naar de verhalen van mijn kinderen, is het ook helemaal geen ene flikker veranderd. Nog altijd bij rijke mensen, de auto van mijn vrouw die zelf betaald wordt, staat in de garage en de auto van de zaak, hè, die verder door zit, die staat lekker op het pad weg te rotten in de winter. Dat is, er is niks veranderd. Dat is een grote thema, al jong geboren dus. Poenerigheid, kuddegedrag, verloren idealen. Ik bedoel, je grote liefde, daar leef je voor, daar wil je voor sterven, daar wil je alles voor doen. De grote liefde, dat toch. Nou. Dat hele stuk flikker ik weg. Dat is toch zo, je grote liefde, daar wil je toch voor leven? Maak er wat van. Hou je niet bezig met flutdingen. Ik denk dat oudjaar 89, toen hij echt duidelijk zei in de camera van kies nou eens voor je ideaal en kijk hoe je er nu bij zit misschien in die huiskamer. Naast de vrouw met wie je niet gelukkig bent en moppend over je werk dat je eigenlijk niet meer wilt doen. Toen zijn er wel mensen geweest die keuze gemaakt hebben. Is mij een historisch geval bekend van iemand die ooit de boodschap van Joep van het Hek letterlijk nam. Joep van het Hek zei in een oudejaarsconferentie, je moet nu zijn bij degene bij wie je echt wil zijn. Mijn broer verliet het pand en ging weg bij zijn vrouw en ging naar een andere vrouw. Dus blijf een individu en laat je niet in de kudde vangen. Ik vind dat wij een generatie zijn. Ja, enigszins dat we wel
Ik begrijp best dat je wat idealen in de steek laat en dat je het een beetje bijstelt in de loop van je leven. Een generatie, zeg ik nou maar even grof, waar je je voor schaamt. Ik heb nog nooit zoveel mensen het socialisme naast zich neerzien leggen. Maar ook de generatie Jack Spijkerman, die socialist in hart en ere was natuurlijk. Ook de Jan Mulder, die toch nu in de reclame loopt in een Giro-pak. Is dat fout? Ja, volgens mij is dat fout. En een 24-uurs-economie. Ik ben het nog nooit met de kerk eens geweest. Maar dat ik nu door Amsterdam loop, wat was er mooier dan het Rokin op zondagmiddag. Helemaal uitgestorven in, als het een beetje zomer was. Met die ene rare ier die er met de gitaar stond. En nu staan al die sukkels. Die staan vanaf het Weteringscircuit. Met die gezinnetjes. In die file. Om naar de Bijenkorf te kunnen. Nou. We hebben toch allemaal gezegd dat we niet op een saai kantoor zouden gaan zitten. En zouden roepen van dit wil ik eigenlijk helemaal niet. En het dan toch doen. Dus dat was die generatie. Gewoon zelfoverschatting van een hele generatie. Ja, maar ik had gedacht dat zeker toen iedereen in de jaren 60 zijn bek opentrok en zijn haar liet groeien en de kleren aantrok die hij mooi vond. En tenminste, nou dat zeiden ze toen, dat was toch volgens zo. Mij niet nou zijn. Ja, we gingen het anders doen. Kuddedieren, altijd geweest. Ja, natuurlijk, maar we gingen het anders doen. Je hebt maar twee mensensoorten die afwijken en mogen afwijken, dat zijn de zwervers en de psychopaten. En de rest loopt gewoon achter elkaar aan, toch? Waar kies je dan voor voor de zwerver, de psychopaat? Nou, als hij ongevaarlijk is, de psychopaat, en hij zwerft, dan mag ik graag een stukje met hem meelopen, ja. Ik mag er graag naar kijken. Ja, wat? Die uniciteit bestaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Nee. Dat is ook waar je tegenaan loopt, voortdurend. En daarom zitten ook gewoon die goede burgers bij jou in de zaal om even een avondje gekieteld te worden. Ja, dat is ook wel zo. Maar ik heb ook wel, binnen mijn eigen vak. Mensen die naar Talpa gingen of mensen die opeens alle shows aan RTL verkochten. En ja, daar... Spijkerman, heb je stevig aangepakt? Nou ja, stevig aangepakt. Ja. Die heeft zichzelf. Ik heb hem niet aangepakt. Waarom mag hij niet bij Talpa werken? Omdat hij de enige is, samen met Freek en mij, die zich altijd expliciet heeft uitgesproken. In elke grap ging het over de zakkenvullende John de Mol, wat ook zo is. Want John de Mol is een ongelooflijk ordinaire zakkenvuller die met de meest ranzige tv-spelletjes, met de meest smerige formats, heet het ook, Big Brother en zo, heeft hij zijn zakkenvuller. Ik gun het die man. Maar gun jij het Jack ook? Want Jack, die... Nee, natuurlijk gun ik het. Gaat heel goed verdienen. Ja, maar dat deed hij al, man. Dat weet de vader, die man, die kent het. Maar dat gaat niet om. En misschien vindt hij het wel leuk met Talpa. Nee, maar dan had hij dat zijn leven... Als je je leven lang grappen maakt... Ik ben ongelooflijk tegen de Telegraaf. Toen de twee journalisten van de Telegraaf werden vastgezet, verkondigde ik op het podium dat volgens mij alle journalisten van de Telegraaf moeten worden vastgezet. Dat, nou goed, een deel humor. Maar als ik nu opeens een column in de Telegraaf zou nemen, dan zou jij toch ja, ongelooflijk raar opkijken. En dat ik zou zeggen, ja... Dat zou je leuk vinden misschien. Nee, dat zou je niet leuk vinden. Nee, dat zou je niet leuk vinden. En dat is wat bij Jack gebeurde. En ik heb hem gewoon aangepakt, zoals je... Maar je loopt eigenlijk een hele oude, moraliserende sporen. Ja, ja, maar dat is ook wel leuk. Dat is toch leuk om enigszins nog lijn erin te brengen... Dat je aan de ene kant allemaal dingen staat te verkondigen. Ik heb ooit een keer een aanbod... Jack, hè, nog even. Die was er kapot van dat jij dat deed. Ja, natuurlijk. Hè? Dus, en dan zeg je bij Pauw en Witteman, zeg je, dat is maar goed ook. Ja. En het is natuurlijk ook wel goed, want ik was er net zo kapot van dat hij dat deed. Ik dacht van, nou uit die generatie... Raakte het je echt of is het een nummer? Nee, het was geen nummer. Ja, nu inmiddels vind ik het, ja, ik vind het nu ook zielig. Ik kijk er wel eens naar, maar het is ook niet meer te zien. Nee, niet natrappen, maar... Nee, maar goed. Ik merk het, ik vind het zielig dat het ook zo gelopen is met hem, dat het ook klaar is. Maar wat ik, als iemand zo, het ging me niet om het geld, iemand zo uitgebreid... Tegen dat Talpa, tegen die belspelletjes. Elke uitzending heb je een grap over die ranzige belspelletjes. Dan heb je toch ook tegen de makers van die belspelletjes. Daar heb je dan toch ook bezwaar tegen? Ja, ik kan dat geld goed gebruiken, want ik ben net verhuisd. Ik woon tegenwoordig in de Amsterdamse grachtengordel. Waarom? Omdat alle bekende Nederlanders er wonen. En daar hoor ik ook bij. En we wuiven de hele dag nu naar elkaar al die braakhekkers. Hartstikke gezellig. Ik heb echt een fantastisch huis gekocht en prachtig, mooi. Joek van het Hek, zoiets als de nationale moraalridder. Je zou bijna vergeten hoe het allemaal begon. Met een avondje schoolcabaret. En toen heb ik gezegd van, toen ik die avond achter de rug had, dacht ik, had ik zo genoten zelf. Van dat applaus en het lachen. Ik dacht, dit wordt mijn vak en niks anders meer. Heel net jongetje van een Goois Lyceum. Hij heeft heel lang tegen lege zalen aangekeken ook. Letterlijk lege zalen? Ja, letterlijk leeg. Of voor een deel gevuld
door mensen die hij goed kende. Vrienden en die, kennissen. Juist. En die weer zover kreeg dat ze opnieuw kwamen, want anders was het zo stil. Waarom wilde u zo graag dat de mensen om u lachten? Ja, dat wou ik in de klas al. Daarom ben ik van al die scholen afgetrapt. Maar ik was ook leuk. Dat was het probleem. Alleen de mensen kwamen niet. Ja, maar ze moeten komen, want ik ben wel leuk. Was u onmiddellijk onder de indruk van zijn capaciteit? Nee, eigenlijk niet. De tragiek voor hem was een beetje dat ik werd uitgenodigd, want dat speelde hij toen. Voor het programma zat ik maar thuis met een goed boek. Zo heette dat programma? Zo heette dat programma. Maar het was ook een gevoel wat ik kreeg toen ik daar zat. Joop Koopman, ooit tv-presentator, is dan impresario en een van de weinigen die echt in hem blijft geloven. Cavia niet erg goed wou lukken. Eureka, ik ben pedofiel. Fragment van Cabaret Nar, waar Joep en zijn collega's de uitwassen persifleren van de seksuele revolutie. Een ontzettend gooi. Ik vind het zo Hilversum. En daar is er verder ook niks op tegen, maar het is wel waar het allemaal vandaan komt. Van die keurige kindertjes die dan denken, pedofilie, dat is een goed onderwerp. Geen idee. Hij was ook niet de grote man van dat trio. Er waren leukere bij. Raakte hij soms niet ontmoedigd door alweer 10 mensen? Ik heb hem zelden ontmoedigd gezien. Zelden? Nee. Nee. Dat is zelfvertrouwen? Ja, dat denk ik wel. En ja, tegelijk in jezelf de afspraak dat je zelf moet zorgen dat het beter wordt. En dat je dat niet meer hoeft te voeren zo. Ja. Schaven? Ja, schaven. Werken. Ja. Woordschrappen vervangen door een ander. Ja. Al dat soort kleinigheden. Koopman is al een carrière lang de enige naar wie die echt luistert. Wacht even, dat zijn 2 keer 2. Piep, pa, 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 pa. Ja, ik heb het wel vergeleken met de bobslee. Laat mij nou maar rijden. En hij ziet iets eerder de bocht aankomen. En hij remt goed af. En hij is een hele geserveerde man, hè? Als je zo... Ja, maar het is een... We hebben gisteren naar het archief gekeken samen. Kijk op het eerste plaatje en dat is toch een archief van een uur, zal ik maar zeggen. Veel showmomenten, ook interviewmomenten met jou. Er zitten buitengewoon veel leuke en hilarische momenten in. En in dat gezicht gebeurt helemaal niets. Ja, maar hij zegt na afloop wel dat hij erg gelachen heeft. En hij is de enige bij wie ik op een hotelkamer kan zeggen... en dan ga ik bijna op het bed staan en hij zit in een stoel... en dan doe ik een heel nummer. Zeg ik, zoiets toch? Dat zou toch prachtig zijn als dan daar... en dan laat ik alles uit de coulissen komen. Gewoon in een hele kleine hotelkamer. En als iemand dat beeld zou zien van dat mannetje... dan hebben we samen met een glaasje wijn en dan doe ik het. En dan kan hij aan het eind zeggen, nee, nooit doen. Of zeggen, ja, ja. Na een lange aanloop breekt Van het Hek in 1983 door. Heel Nederland ziet op tv die ene act. Lene. Betalen. En dan ging hij met zijn voet zo in het ritme. En toen... Lene, kom maar. Het sprak natuurlijk de mensen aan dat er ineens iemand met dit soort eenvoudige middelen iets groots wilde zeggen. Pak het dan, pak het dan, pak het dan. Ja, dat ging over waar nu AZ van bestaat, wat Dirk Scheringa. Maar dan toen begonnen bij al die, alle mensen wilden meer. En begonnen te lenen. En ik zei, je moet lenen, maar je moet ook betalen. Laat die welvaart nou niet aan je neus voorbij gaan, kom nou lenen. Ineens wist heel Nederland, er loopt ergens een Joep rond en die is leuk. Ja, die is leuk en daar moeten we naartoe. En vanaf dat moment staat de zaal ook altijd vol. Ja, bam. Volk en komiek laten elkaar niet meer los. Volle theaters, oudejaarsconferences. En ook excuses aan de mensen die door mij werkloos zijn geworden... doordat ik hun product uit de markt heb gelopen. Columns, boeken. Hoeveel boeken heeft hij verkocht in de loop der jaar? Nou, ik denk dat er toch ook wel rond de 3 miljoen boeken zijn gekomen. De komiek die zelfs in staat is om met een paar grappen een biermerk onderuit te halen. Daar heb ik nou een ekel aan. Bukkelen. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutel. Rot is op, jongen. Als we de plannen van Joep van het Hek nou serieus nemen. We schaffen Bukkler af. We schaffen de geruite rok af. We schaffen de parelketting af. Zou dat de wereld dan beter maken? Ooit was er geen Bukkler. Was het leven toen beter? Dus wat wil die nou eigenlijk beweren? En ik merk elke dag dat ik me vergis. En dat er dan nog een dag over is. Wat wil hij nou eigenlijk beweren? Mens durft te leven, daar lijkt het inderdaad op neer te komen. En leven is volgens Van het Hek passie. Een opvatting in de gedaante van een vrolijke kruistocht
tegen het burgermansbestaan. Huishoudbeurs. Daar word ik heel droevig van als ik in de tram stap. Ja. En al die volgepakte plastic tasjes. Want dan krijg je alles gratis, hè. Wat is daarop tegen? Dat heb ik nooit begrepen. Het is allemaal Intertoys, Bart Smit, Kruidvat, het is allemaal hetzelfde. Ik vind dus dat ontzettend veel mensen neuzelen over bijzaken, over buren en over... Nou, bij ons op de zaak en nou, in Ommen, daar valt het niet mee. Nee, in Achterberg, daar is nog een. Weet je, dat geneuzel, dat gedoe. Ja. Ik vind het een beetje, ja, groots en meeslepend, een beetje herrie, een beetje lawaai, een beetje... Maar ga nou niet met een namaakpilsje naast me in het café staan. Sodemiet erop, dat bedoelde ik. Ik vind het nogal intolerant. Nou, ik heb godverdomme het hele land van dat biermerk verlost, dus niet zeuren meer. Nee, juist, zuipen, gewoon, of zuipen of lekkingen. Nee, wel zuipen, kom op. Jouw adagium is mens durft te leven, hè? Ja. Mens durft te leven. Maar als ik het nou ontzettend leuk vind om naar de huishoudbeurs te gaan... Ja, dan moet je lekker gaan. En als ik het ontzettend leuk vind om in een Opel Kadett te rijden... Ja. Of als ik het nou ontzettend leuk vind om een Van Gils pak te dragen... Ja. Of AVRO-lid te wezen. Dat is mijn keuze. Ja, dat vind ik leuk. Ik vind dat ontzettend leuk. Nou, maar het heerlijke is daarvan... En dan krijg ik van onze nationale chroniqueur op mijn sodemieter... dat ik dat soort dingen doe. Terwijl jij ook zegt, mens durft te leven. Hoezo? Laat me leven. Ja, maar je mag ook leven. Maar het is ook wel leuk dat jij dan met die hele grijze massa zo leeft. Hartstikke goed. Maar dat er één mannetje tussendoor loopt die tegen iedereen zo doet. Dat is toch grappig. Maar verder, ga je gang. En zolang je geen bommen maakt, vind ik het best. Is dat ook het geheim, of mede het geheim van jouw succes? Dat die herkenning in die zaal... De meeste mensen zijn natuurlijk kuddedieren. Dat zijn goed burgerlijke mensen. En die komen een avondje om gekieteld te worden. De Joep van het Hek. Zoals vroeger mensen op de zondag even naar de kerk gingen... om te vernemen hoe het eigenlijk zat. En een dag later weer gewoon hun werk deden. Ja. Is dat het ongeveer? Een beetje, maar het is ook een beetje... Het is de spiegel. Je pakt een spiegel beet als cabaretier en daar loop je mee voor de zaal. En die spiegel die bol je af en toe een beetje en het is natuurlijk wel een lachspiegel. En hoe kan ik dit allemaal weten? Doordat ik zelf ook heel vaak in die spiegel kijk. Vond je het vervelend dat een van jouw broers in Hoge Bomen zei dat Joep eigenlijk net zo'n burgerlul is als ieder ander? En een grote bolide komt voorrijden bij de hockey van zijn kinderen? Nee. Ik heb gewoon heel simpel, ik rijd geloof ik iets 170.000 kilometer s'nachts. Of de helft s'nachts. En ik wou gewoon een goede auto hebben. En ik heb een Volvo gekocht. En dat weet ook iedereen. Men, die zeik ik af als een grote hockeybak. Maar ik rijd er zelf ook in. Want ik moet al die kilometers maken. En even je broer zei, het is net zo'n burgerlul als al die andere burgerlullen. Nou, dat viel mij. Hij begon, ik zag ook dat hij iets zei van, ja, hij heeft bielzen in de tuin. Zoiets zei hij. Waar hij altijd wat tegen was. Ik kocht een huis en er lagen bielzen in de tuin. En de eerste wat eruit gegaan is. Maar goed, dat is ook een beetje... Mijn broer, dat is ook wel weer grappig. Dat is toch goed. Mijn andere broer die was veel grappiger, Tommy. En die zei, ik wou dat ik net zo links was als jij, dan woon ik ook zo leuk. En dat is veel grappiger nog. Van het journaal, het tweede onderwerp, en dat was Afrika. Dus op hetzelfde moment begonnen mijn broers spontaan te huilen. En ik stond daarbij. Ik dacht, dat is toch ook raar, hè? Dat één in het journaal is dan Dow Jones is gevallen en twee in het journaal is Afrika. Eén in het journaal Dow Jones, oftewel een stel rijke stinkers zijn wat minder gaan stinken. Het ruft een beetje minder in het land. En twee in het journaal Afrika, een heel werelddeel crepeert. Ja, hij wou ooit priester worden, dus of dit nu zendingsdrang is op de kansel. Zendingsdrang? Beetje wel natuurlijk. Hij wil wel mensen tips geven hoe je het leuk kan hebben in het leven. Ik kan toch niet de Sahel instappen en tegen die kinderen zeggen, pssst, journaal gezien? Dow Jones ook kiele. Ik weet niet waarom ik moet lachen. Ik moet lachen. En het is ook interessant, het is een heel dubbelspel. Hij is een kakker. Ja? En hij zet de kakkers hij is een te kakker? Kakken. Ja. Hoezo is hij een kakker? Hij is, kijk, moet je gewoon kijken, moet je luisteren. Dat zie je gewoon. Hij komt daar vandaan uit zo'n leuk goois gezin. En hij is dat. Dat heeft die normen ook verinnerlijkt. Veel meer dan hij toewenst te geven. Ik ging Afrika uit en ik had nog het beeld op mijn netvlies van al die mensen die daar zitten. Die nog wat proberen te grijpen van die rijke stinkers uit Europa. En zo, en ik snel rennen. En ik dat vliegtuig in. Want 5 minuten later gingen wij boven de Sahel. En hadden wij allemaal een glas champagne in onze poot. Dus hij heeft altijd wel erg veel moeite gedaan om wel aan die idealen trouw te blijven. Met een glas champagne vlogen wij met 400-500 mensen boven een miljoenen stervende massa. Dat is toch nooit op welk moment ook
aan je kinderen uit te leggen. Ik werd gek. Dan kijk ik om en iedereen... Ik zei tegen de man naast me, ik zei, meneer, dit is niet helemaal goed. Hij zei, dan moet u gewoon een ander glas vragen. Misschien is het gewoon zelfhaat, het is veroordeling van het zelf. Eigenlijk ben ik een heel burgerlijk mannetje met kleine verlangens en ik wil een gezin en een huis en ik wil een gezellig zaaltje vol en dat vind ik niet bijzonder genoeg. Misschien een soort zelfhaat die zich uiteindelijk tot zo'n parelteven-tirade maakt. Joep van het Hek probeert de parelteven in zichzelf te vermoorden. Ik vind het spijt me en ik vind het heel erg dat dit gebeurt. Afkeer van eenheidsworst, afkeer van poenerigheid. Op weg naar de oudejaarsconferentie van 2000 blijkt pas hoe diep het bij hem zit. Alle kaarten zijn opgekocht door evenementenbureaus. Als onderdeel van peperdure arrangementen. Prijs per persoon. 595 gulden. Prijs van een kaartje. 30 gulden. Dus we praten hier over 565 gulden voor een driegangen diner. Ja, daar was ik bij. En als ik het nu zie, dan denk ik... Ja, dit is wel een beetje dat hij zich heeft laten meeslepen in zijn eigen emoties. Nou, er is dus maar één ding hier tegen te doen. En dat is door gewoon keihard te zeggen... De oudejaarsconferentie gaat niet door. Mooi dat Joep dat deed. Hij zegt eigenlijk, ik wil alleen maar oprecht gemotiveerd publiek in die zaal. Nou, dat vind ik een hele mooie droom en die is het najaar gewaard. Als jij niet van mij houdt, dan ga je niet naar mij toe. En als je opeens, ja, we gingen met de zaak naar Joep van het Hek. Het is eens een keer gebeurd bij de gemeente Utrecht. En jij had gezegd, Joep, sorry, maar al jarenlang op 1 januari, 2 januari, komt altijd de hele gemeente. Nou, de hele gemeente kwam. Ik voelde het aan de voorstelling. Ik dacht, wat is dit man? Een luie, logge zaal. En een zusje van mij zat toevallig in diezelfde zaal en die hoorde iemand voor te zeggen... Hé, zo midden in de show, we zitten met de hele afdeling op één rij. Daar wil je toch niet voor spelen? Ik wil toch niet voor een muts uit Nieuwegein die helemaal niet geen moeite heeft gehad met Joep van Dijk. Opeens zaten we bij Joep van Dijk. Die artiest wil ik niet zijn. Ik zeg het met... Het is de grootste nederlaag uit mijn carrière. Ik heb... publiek opgebouwd, ik heb het leuk gehad. Ik kan me nog voorstellen dat hij buitengewoon woedend is, hè, als dat gebeurt. Ik kan me ook nog voorstellen dat je heel teleurgesteld bent als dat gebeurt. Maar hij huilt. Hij wil mensen in de zaal die voor hem komen. Maar waarom huilt hij? Omdat hij zag gebeuren dat dat werd geblokkeerd wat hij eigenlijk wilde. Hij wilde een oudejaarsconferentie houden, hij wilde vlammen. Hij wilde daar het mooiste van maken wat hij in huis had. En vervolgens werd dat haast afgenomen door het mensen tegen wie hij al zo lang vocht. Publiek dat 500 gulden voor een kaartje heeft betaald, dat is zo ongelooflijk dom, die wil ik niet in mijn zaal hebben. Die begrijpen de ballen van mijn grap. Ik wil dat iemand zegt, dat jij tegen vrienden zegt, zullen we naar Joep van het Hek gaan? En dat die vriend tegen je zegt... Nooit naar Joep van het Hek. Dat vind ik de ergste cabaretier. Al die boekjes, ik zou de Bruna zo in de fik willen steken. Dat vind ik leuk. En dan ga jij wel. En dan neem je andere vrienden, of als je nog meer vrienden hebt. Maar weet je, dan ga je. Jij vindt het ook leuk als een deel van het publiek een afkeer van je heeft? Niet van het publiek, maar dat ik... Ja, ik lees heel veel. Ik lees alle kranten diagonaal. En ik lees veel stukjes over mezelf. En ja, ik lees dat er een deel van schrijvend Nederland of recenserend een gezonde hekel aan me heeft. En het is heel vaak wederzijds. Dat vond ik altijd erg omlachen. Ik denk, hé. Vind je het prettig? Ja, voor sommigen vind ik het wel prettig, ja. Ja, ja. Ja, dat vind ik ook wel, ja. Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen. Maar je weet dat als ik, er gaat veel te veel mis. Als je naar Joep kijkt, hè, welk gevoel overheerst dan? Als ik zonder nadenken antwoord, een heel lief jongetje. Dat niet lief wil zijn, dat interessant wil zijn, dat bijzonder. Hij is veel zachter dan hij zich voordoet, dat weet ik zeker. Dus moeten we dansen en moeten we vrijen. Moeten we lachen en drinken vol vuur. Misschien had Joep blueszanger moeten worden. Of rock en rolman, een Herman Brood. Misschien is dat wel de echte droom. Ja, maar dan had hij niet dit applaus gekregen misschien. Nou, Herman Brood is het gelukt. Nee, het is een andere weg. Het is natuurlijk de veilige middenweg van de betere burgerij. Verder niks op tegen. Ik ben blij dat ze er zijn.
Nee, hij heeft zichzelf daarin beperkt. Hij heeft zijn ambities vormgegeven binnen zijn eigen context. En dat is praten tegen nette mensen in een net theater. Je voelt, er is nog iets anders. Ja, ik zeg altijd, je hebt kunstenaars. En daar is het theater maken innerlijke noodzaak. En dat komt van binnenuit. En je weet dat je niks anders kunt. En niks anders wilt. En dat is bloed, zweet en tranen. En dat is haat, liefde met wat je aan het maken bent. En dat is waar Joep wel eens ooit niet de kunstenaar is, maar de kunstjesmaker is. En dan kunstjes maken met een grote K. En hij kent dat kunstje heel erg goed, hoe het op het podium moet. Maar Joep is toch iemand die niet haat, liefde zoekt, maar liefde zoekt. Het is ook niet gevaarlijk, cabaret. Wat is de laatste keer dat hier de cabaretier echt voor moeilijkheden heeft gezorgd? Ik zou het niet weten. Het is het veilige midden. Het is wij over ons. En wat hebben we toch gezellig. Lachen en drinken vol vuur. Ligt aan me vast, want nu ben ik nog bij. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik nog is. En dat er dan nog een dag is. Hoe oud wil je worden? Nou, ik sta vaak op de hoek bij zo'n bejaardenhuis, dat ze allemaal zitten te eten. En rond een uur of kwart voor vijf. Ik denk dat het dus ook wordt dat je kwart voor vijf moet eten. En dan met één zit aan tafel te slapen. En de ander hangt met zijn neus in die hele vieze puree. Dan hoef ik niet zo oud te worden. Dan denk ik, als ik dan weg ben, dan vind ik het wel goed. Iets minder bang voor de dood in dat geval. Nou ja, ik ben niet zo bang voor de dood. Ik vind dat je voor de dood iets moet doen. En iets moet genieten. En niet nooit in de rijdende rechter moet komen. Dat. Dank je wel.